over de rooien. Valar, goedenavond. Goedenavond. Gaat ie lekker? Ja, een beetje spannend, maar voor de rest prima. Ja, het is toch altijd even nagelbijten voordat je het gedaan hebt, hè? Ja, precies. Nou ja, als het goed gaat en je krijgt degene die je gaat bellen over de zeik, dan win je dikke prijzen. Wie ga je vandaag in de zeik nemen? Mijn schoonmoeder. Oh, shit. Heb je een goede band met je schoonouders? Ja, eigenlijk best wel. Oké. Okay. En je hoopt zometeen nog steeds? Ja, ik ben eigenlijk heel bang dat ze wel echt lang boos blijft als dit goed gaat. Nou ja, ik hoop dat het goed gaat. Je schoonmoeder heet Jeannette, hè? Ja, klopt. Oké, okay, we gaan er nu bellen. Dat doen we anoniem. Yes. Heel veel succes. Heel erg bedankt. Oké, okay, komt-ie. Hallo? Hi, met Sal. Hey, hallo. Hey. Ja, met ja. Ik ga het even straight zeggen. Zo en ik hebben een heel groot probleem. Ja. We zijn wezen eten in Style Lounge. Ja. En we zijn zoiets kwam met het idee om weg te gaan zonder te betalen. Dat is stom. En nu zijn we gepakt. Ja, jammer. En Zoe is in de politieauto gezet, want die werd van streep. En ik zit nu want in de kamer en ik mocht bellen. Zoe waarom, wat zeg je? Streek. Zoe is van streek en die is in de politieauto gezet. Ja. En ik mocht iemand bellen. Als we de rekening betalen, dan mogen we gaan. Dan worden we nog wel vervolgd, maar dan mogen we gaan. Ja. Als we hem nu niet betalen, dan worden we naar de cel gebracht. En ik wil vragen of jij wel komen om ons geld te lenen. Komen? Mm-hmm. Kan ik het niet gewoon even overmaken? Nee. We hebben niks bij ons. Jullie zijn echt gek, hè? Ik weet het. Ik schat naar... Ik ben echt zo boos. Kan je Rob niet even bellen? Want die woont in Amsterdam. Nee, die pakt niet op. Heb ik ook al geprobeerd. Ik wou jou eigenlijk niet bellen. Jullie zijn echt gek. En het is heel duur. Want we hebben ons uitgeleefd, zeg maar. Hallo? Ja, ik luister. Vertel. €600. Je bent echt gek, Sal. Spijt me. Ja, sorry hoor, maar wat moet ik hiervan zeggen? Het spijt me echt heel erg. Zou je ons alsjeblieft willen helpen? Kan je moeder niet even bellen? Die zit in Frankrijk. Kan je heel even aan de lijn blijven? Ja. We zijn in de Sky Lounge. Ze gaan weg zonder te betalen. Ze zijn gepakt. En ze mogen alleen vrij zonder in de cel te komen als ik daarin ga om geld te betalen. En dat is €600. Misschien nog iets meer. Zo zit in de politieauto. Wat moet ik doen? Hallo? 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 Jeannette? Volgens mij wordt er overlegd daar. Ik denk het ook. Hoe snel ze jullie uit de erfenis kunnen schrappen? Jeannette? Ze is woedend. Jeannette? Wat is er? Het is een grapje. Je bent live op Radio 538. Het spijt me. Het spijt me echt heel erg. Ja. Ja. Ik ga dit goed maken. Nou, je kan het zeker goed maken, maar het levert je wel prijzen op. Ja! Je wint een zelf ontworpen smartphone case van ontwerpencase.nl. Plus 4 tickets en munten voor Dance and Hardstyle. 3 september in het Stadspark in Groningen met onder andere Radical Redemption en Lucien Ford. Veel plezier. Dankjewel. Ik hoor Jeannette toch alweer lachen op de achtergrond. Gelukkig. Ben je boos? Ja, ernstig.
De avondploeg.